heb ook een radioprogramma gedaan voor RTV Noord in Groningen. Heb ik 8 jaar gedaan op dinsdagochtend om 11 uur. Iedere dinsdagochtend om 11 uur. En ja, dan mochten mensen inbellen en dan waren ze zaken kwijt. Hè? Een armbandje of een ringetje of een kettingje of iets anders. Of een portefeuille enzovoort enzovoort enzovoort. En dan zag ik dat wel eens. En dan zei ik dat ook tegen de mensen. Gewoon aan de telefoon. Nou, dan moet je daar en daar eens kijken. Volgens mij ligt het daar. En dan gingen ze kijken en dan lag het daarover. Nog wel eens aan de lijn hoor. Er was een keer een meneer die zei van, oh, ik hoorde dit op RTV Noord dat u erop was. En ik ben mijn portefeuille kwijt. En ik zag heel duidelijk een wit bed voor me. Met 2 eenpersoonsbedden. Witte bedden die aan elkaar geschoven waren. Daar lag een portefeuille tussenin. Dat zag ik. En dan zei ik ook tegen hem. Nou, ligt tussen 2 witte bedden. En dan zeg, heb je die? Ja, zei hij. Ik zei, moet je eens gaan kijken. En ze blijft maar even aan de lijn. Ik ga gelijk kijken. En hij ging heen. En dan hoorde hij ook gestommel en zo. En kwam hij terug. Kevermore, zei hij. Toet, toet, toet. Dat was alles. Mensen zeiden dan ook wat ze hebben. Dan zijn ze blij, hè? En wij zijn hier op aarde. En het is een leerschool. Wij zijn hier om te leren. En het gaat om de geest. Het gaat meer om de geest dan om het lichaam. We moeten het lichaam natuurlijk wel goed onderhouden. Vandaar woont onze geest even tijdelijk in. En daar zorgen we goed voor. Daar moeten we goed voor zorgen. Maar het gaat om de geest. En geestelijk ontwikkelen we ons. En de geestelijke wereld begeleidt ons. Ik heb al wel eens engelen gezien. En ik weet ook dat ze er zijn. En ik weet ook dat het hogere wezens zijn vanuit andere lichtdimensies. Dus ook wat we aliens noemen. Misschien zijn we zelf ook wel een soort aliens. Maar in ieder geval... Waarom niet? Ja, ja. Af en toe gedragen mensen zich ook zo, Daan. Ja. Maar goed, dus dat betekent dus dat we begeleid worden. Misschien was Jezus Christus ook wel een alien hoor. Hè? Want wat hij deed, dat was natuurlijk ook niet zo heel menselijk. En... dat wat hij de wereld liet zien, ook zijn boodschappen, die waren puur boeddhistisch, zou je kunnen zeggen. Hè? Taoïstisch. Heel oud, maar ook heel zuiver en heel goed. Waardoor we in dit leven een leerschool hebben. En daarom denk ik ook dat we met elkaar geïncarneerd zijn in deze wonderbaarlijke tijd, waarin alles zo snel gaat en verandert, dat wij eigenlijk heel blij mogen zijn dat we in zo'n spannende tijd zijn geboren, waarin er zoveel gebeurt, waarin wij eigenlijk met elkaar de steen mogen leggen voor een nieuwe wereld, waarin het beter is. Wij zijn het in feite met elkaar, de mensen die wakker zijn en die weten van hier moet je anders mee omgaan. Wij zijn het die die stenen leggen, die die fundamenten leggen. De geestelijke wereld, daar sta ik mee in contact. Dat zijn buitenaardsen, zei hij zelf. In een interview heeft hij dat verteld. Hè? Dat is een interview, ja, die is verdwenen officieel, die interview. Maar sommige mensen hebben hem wel opgenomen destijds en is ook wel bewaard gebleven, ook op schrift wel. Alleen officieel is dat interview verdwenen. Maar hij zei in dat interview, hij zei... ik heb contact met buitenaardse beschavingen en die geven mij alle informatie over wat ik moet doen. Ze laten mij zien hoe het werkt. En als ik het 1 keer heb gezien, dan weet ik hoe het werkt en dan maak ik het. En dan werkt het ook. Hij zegt, en alles wat ik dan heb gekregen, dat geef ik dan aan de aarde. Maar het is allemaal op het juiste moment. Dus hij zegt, ik krijg het dan door, zodat de mensen er dan mee kunnen werken. En dat betekent dus, de letter S en de slang en Sameg, want dat betekent slang, is hetzelfde. Dus die Egyptenaren tekenden heel vaak die slang, maar om het even wat korter en sneller te doen, schreven ze gewoon de S zoals wij hem ook nog schrijven. En wat gebeurde er nou? Die letter S al die letters die ze hadden in het Aramees, dat waren gewoon een soort pictogrammen van dat hele grote wat ze in die graftongens hebben gebeiteld. Dat werd in de taal vereenvoudigd. En ze hadden dus alleen maar consonanten, dus medeklinkers hadden ze niet, ze hadden alleen maar consonanten. En die consonanten, dat is de P, de R, de K, de T. Maar alles wat vocaal was, dus open was, zoals de O en de U, die schreven ze niet op. Dat noemden ze de muziek van de taal. Dat kon je zelf invullen. En weet je wat ze bij de Koran hebben gedaan? Ook heel veel dingen wat in de Bijbel staat, staat ook gewoon in de Koran hoor. Jezus staat ook in de Koran als Isa.
En Maria ook als Mirjam. En dat staat allemaal gewoon in de Koran. En ook dat Jezus, Isa, een heel grote profeet was. Met een geweldig en ze staan allemaal in de Koran. En heel zuiver. En de Koran heeft ook heel veel zuivere dingen die ik heel goed vind, heel goed omschreven. En wat ik wel mooi vind aan de Koran, al dat wat in de Bijbel stond, wat ze niet begrepen, hebben ze er ook niet in gezet.